gimana sih nu nih? Di waktu pantau gue tuh. Nanti dia harus ke fase. Saya sulit tes darah tak keren. Nou, we zijn bezig met het ontruimen van occupanten, mensen die illegaal woningen bezetten, terwijl anderen die daadwerkelijk toegewezen zijn, niet in een woning kunnen betrekken. We hebben daar net een voorbeeld gehad hier achter. Die mevrouw die is een van de toegewezenen, terwijl een meneer die daar bezig was en we hebben gezien dat er behoorlijk wat vernieling is aangericht. Maar in ieder geval heeft de status van verdachte. Hij is aangehouden en is inmiddels overgebracht naar de bureau Kerstwijk, ter voorgeleiding. Ik kijk nu naar de plattegrond van het project. Als we dus een woning aandoen, vragen we aan de mensen die we aantreffen wie zij zijn. En als ze ons dus kunnen tonen middels bescheiden van de bank en dus bescheiden die ze bij zich hebben, dat zij dus de mensen zijn die hier mogen wonen, dan is er geen vultje aan de lucht. Oh, dus jullie gaan huis aan huis? Huis aan huis. De mensen met die envelop en papieren, dat zijn de rechtmatige eigenaren van dit huis. Dus de politie hoeft hier niet meer op te treden. Ze zijn de Wallabapalen wel aan het verwijderen, want die zijn illegaal geplaatst. Zijn jullie eerder geweest? Ja, gisteren ben ik als resortcommandant geweest voor een oriëntatie. En het was heel erg druk vergeleken met vandaag. Men was bezig de percelen, zoals u gezien hebt, heel een platte wieden. En ze hebben percelen opengebrand. Maar dus gisteren bij de oriëntatie was het wel heel erg druk. Het project was heel erg druk bemind met occupanten. Aladito kon je wel last money, ja. Aladito kon je wel spend money. Want olim lai, olim bai. De machine nee, gwanga water nanga olie de machine euroko nya musbai dringi musbai de ja aladina money aladina uit half of jaso we hebben naambordjes verwijderd op de percelen die men heeft schoongemaakt, dus de geoccupeerde percelen. En dus de mensen die geoccupeerd hebben, hebben dus hun naambordje geplaatst of een bezet bordje. En we weten dus duidelijk dat er geen percelen zijn toegewezen, maar huizen. Dus we hebben dan de bordjes verwijderd, afzetlinten verwijderd. En we zijn nu klaar daarmee, dus we gaan nu bezig zijn met de woningen. Dit is de tweede trip. Met alleen maar bordjes? Ja, alleen maar bordjes. En een paar zinkplaten ertussen. Ja, maar ik moet het niet aan het horen, die van het project. Ik was er.
We weten dat er illegale daar zijn. En we hebben de ME erbij gehaald voor de goede gang van zaken. Want we moeten wel van bewust zijn, we kunnen op verzet stuiten. Maar elk verzet breken wij. Zodra we rechtvaardig bezig zijn, dan wordt het ook een rechtvaardig manier de zaak afgewerkt. Zonder aanzien der persoons. Laat die man daar afhouden met z'n... De journalist, hij mag filmen. Ja, we hebben een man aangetroffen die doorgaf dat hij de wacht doet voor zijn moeder, die een woning hier zo heeft toegewezen gekregen. Maar bij navraag bleek dat de huizen toegewezen zijn aan mensen die hun stukken konden overleggen. We hebben hem dan dus aangehouden en overgedragen aan de recherche die verder gaat met het onderzoek. Men moet weten, als ze een woning occuperen, dat ze voor de consequenties moeten instaan. En we hebben dat reeds al lang volgehouden. Een paar jaar terug, ja, dat is misschien een gedoogbeleid, maar dit kan niet zo lang doorgaan. Andere mensen die bewandelen de legale weg, en anderen die dan het anders aan te pakken. Nee, we gaan dit alles, we maken korter met de no-nonsense beleid. Ik heb gemerkt dat je ook hele huisraad buiten hebt gezet. Inderdaad. Als u niet toegewezen bent, dan wordt u buiten gezet met al uw hebben en houden. Eigen risico. Ook al zou u niet aanwezig zijn, altijd aan de bewoner. Nou, alles wordt buiten gezet. U heeft de occupanten de toegang ontnomen naar hier. Maar wie gaat de controle doen? Wie gaat ervoor zorgen dat ze niet terugkomen? Nou, we zijn daar mee bezig. Maar in elk geval, we gaan niet alles zo in een blauw laten. Maar natuurlijk heb je het na traject. Dus we zorgen voor alles. Want we verwachten wel dat wanneer we van hier vertrekken, maar we zorgen wel voor adequate bewaking. Maar in elk geval, we doen geen chaos.